Welkom bij Alles Kids. Zijn jullie er klaar voor? Yvonne Jaspers presenteert... Juist, de speurtocht met een rood en een blauw team. Met streepjes en vierkantjes kun je flink wat extra zakgeld binnenslepen. Hallo allemaal, we gaan beginnen met de eerste ronde. Jochem is er straks met de kennisquiz Quattro. Veel plezier. Hier op de klimtoren van het ME opleidingscentrum Hoge Rijden vlakbij België. Welkom bij Zigzag. We gaan bommen onschadelijk maken. We gaan de stormbaan bedwingen en het is de bedoeling dat wat de kandidaten doen, dat ik ook doe. 3, 2, 1, daar gaat ie. Verboden toegang, maar toch haal ik hier op de Heiberg in Roosendaal via de geheime ingang het rode team. Zijn jullie groep 8? Kom mee! Proficiat, want jullie gaan meedoen aan... Zigzag! Steven? Proficiat! Geef me even een applausje! Leslie? Ja! Zo. Ze lacht heel veel. Ja, ze is best wel sportief. Wat doet ze dan bijvoorbeeld? Ze doet jazzballet. Hij heeft ook goede snelheid en... Ze speelt viool. Hij zegt niet goed kont, hij lacht heel erg veel. Ze speelt heel graag in de bosjes en zo allemaal. Ik klim vaak in bomen. Hij is eerlijk ook in het spel. Hij is aardig. Zij is ook aardig. Ze is langer. Ja. Hallo? Hallo? Het blauwe team komt uit Breda van basisschool Sint Maarten. Oké dan. Groep 8. Ik denk dat die hier zitten. Tussen al deze schoenen. Wat zouden ze dan toch aan het doen zijn? Hallo! Zet die televisie maar af! Want jullie komen op televisie. Zwaai even met z'n allen! Yeah. Waar zit Rick? Nou, proficiat! Yeah. Jij bent natuurlijk niet de enige. Hanneke, alsjeblieft! Heel voorzichtig staat ze op. Hij zit bij ook wel eens in de carnavalsvereniging. Dan bouwen we een wagen. En dan ga je hier in de Prinsstraat ga je ronden lopen. En ook in Breda. Wat voor wagen bouwen jullie dan? Ja, het ligt eraan, want die hebben allemaal verschillende titels. Met bijvoorbeeld vandaag dit jaar is het, het loopt op rolletjes. En dan moet je daar iets mee verzinnen. Hij zit bij mij op turnen en hij kan het ook heel goed. Ze is ook heel creatief met alles. Volgens mij is ze ook best wel goed in alles. Ze giechelt veel. Oké. Geef ze nog een groot applausje. En daar denderen we het levensechte oefendorp van de ME binnen. Wow! Go. Stel je eerst even aan je ploeg voor. Hey! Jongen, jongen, jongen! Hallo, hi, Keesha, hi. Hi! Steven! Daar zijn onze scheidsrechters. En ik heb natuurlijk ook nog een gele ploeg en die staat daar. Hoi, hoi. De eerste munt hangt aan de deur van Sperwerlaan 3. Zigzag! Sperwerlaan 3, je ziet het echte straatnamen in een echt oefendorp. Ik ga naar het flatgebouw aan het raadhuisplein in Boomhoort. Wow, dat gaat er meteen raar aan toe met die ME'ers. We gaan naar de Piochbaan, Schietbaan en meld je bij de VET in kamer 4. Oké, man. Boomhoort is helemaal aan die kant. Zie je linksaf en dan recht doorlopen aan de rechterkant. Oké, dank u wel. Piochbaan was. De schietbaan, dan moet je daar naartoe lopen langs het hek. Helemaal rechtuit. Ja. Aan het einde rechtsaf. Nou, die zeggen dus niks, dus we zitten goed. Heel slim, ze zeggen niets, dus we zitten goed. Een oude Roosendaalse wijsheid. Hier, 4 en 4. Oh, hier, volgende opdracht. Je
Jullie gaan ballen schieten op het videoscherm. Tijdens de opleiding moeten die mensen natuurlijk ook leren schieten om bij de ME te kunnen. Nou klinkt het misschien een beetje raar, maar ze leren juist schieten om straks zo min mogelijk te schieten. Want ze gaan alleen maar schieten in het uiterste geval. Dat pistool is eigenlijk bedoeld om mensen af te schrikken. Behalve als ze zelf in gevaar komen, dan moeten ze schieten. Het gaat dus vooral om het inschatten van de situatie. Dat is het belangrijkste. Beslissen of je wel of niet gaat schieten, dat hangt dus van de situatie af. En dat wordt ook hier getraind. Op een groot videoscherm krijg je een situatie te zien, zoals bijvoorbeeld een bankoverval. En iemand grijpt naar zijn zak. Moet je dan gaan schieten? Nee, want het zou ook een zakdoek kunnen zijn. Nou, alert zijn dus. En onze kandidaten gaan dat hier oefenen. Oké. Een hele grote. Voorzichtig. Alsjeblieft. Hand vast, hè? Kijk eens hoe koelbloedig. Ze zitten met een snoer vast. Want ze schieten niet met kogels. Dat zou een beetje zonde zijn van het scherm. Wat een revolverhelden. Dit gaat heel goed. Ze mogen alleen op de bal schieten als hij geel is. Ze hebben voor iedere bal maar één kogel. De tussenstand. 12 treffers. Ida mag nu nog 8 keer schieten. Juist. Een voltreffer. Dat moeten zeker 2 munten worden. Die krijg je als er 20 schoten raak zijn. 30 keer in de roos is goed voor 3 munten. En de laatste. Jullie hebben 25 ballen geraakt. Dat betekent 2 munten. Alsjeblieft. Yes! 2 munten. En de vervolgopdracht. Ga naar de klimtoren. Jullie moeten bommen onschadelijk maken. In dit flatgebouw zijn bommen verstopt. Dan gaat de tijd. 3,5 minuut op bommenjacht in deze verduisterde flat. Ze maken de bommen onschadelijk door met een tang het lont door te knippen. Ja, ja zo. Pak hem. Dat is één. Snel naar beneden brengen en op naar de volgende. En tempo. Want de verstopte bommen staan op ontploffen. Wow, dat was dus een bom. Te laat onschadelijk gemaakt. Ze hebben nu 2 bommen. Nog 1 erbij en dan is er 1 munt binnen. 4 bommen leveren 2 munten op en 6 onschadelijk gemaakte bommen zijn goed voor 3 munten. Yes, 1 munt. Okay. Moet ik toch nog even naar beneden kijken, nog? Ja. Lekker doorgespit. Jongens, nog 20 seconden voor de 4e bom. Snel, de flat staat op springen. Eén munt. En de derde munt. Dus 3 munten. 3 munten hebben ze al. De volgende opdracht is? Ga naar de Pioch schietbaan en meld je bij de FATS in kamer 4. Klimtoren. Hé, hey, iets roods. Hoi. En? Heel goed. Jullie een beetje schieten? Ja. Hoeveel hadden jullie er goed? 25. Van de? 32.
Dat is echt heel goed, hè? Hebben jullie enig idee wat jullie hier gaan doen? Ja, ik denk naar boven klimmen. En hoe denken jullie daar af te gaan? Misschien met een kabelbaan of... Dit? Ja. Is Harry. En Harry is een boef, maar dat zie je natuurlijk wel. Ja. Vind je hem leuk? Ja, ik vind hem leuk. Jullie gaan tokkelen en daarna brengen jullie arrestant Harry over de Indianenbrug naar de overkant. Om de behendigheid en de conditie van die ME'ers op peil te houden, is hier een hele zware hindernisbaan aangelegd. Maar niet alleen de ME traint hier, ook arrestatieteams van de politie. Maar die mogen we alleen niet filmen, want dan zouden ze herkend kunnen worden. En dat is te gevaarlijk. Daar klimmen Leslie en Steven naar grote hoogte, want deze toren is ruim 20 meter hoog. Zoals een flat van wel 6 verdiepingen. Dat knolt tegen de dingen. 1, 2... Kleine help. Oh, hij is al bijna beneden! Ja! En nu Harry in de kladden. En op naar de Indianenbrug. Links is los. Jij. Harry onder de arm. Herinner maar. Lieve, om je nek hangen. Dit noemen ze dus een Indianenbrug. Maar waarom eigenlijk? Ik heb nog nooit een Indiaan zo'n brug zien maken. En daarbij, Indianen rijden toch meestal op paarden? Nou, zie jij een Indiaan op een paard over zo'n brug gaan? Nou, ik niet, hè. Wow! Wat een leuk dansje! Ja, dat noemen ze dan zeker de Indianenbrugdans. Leslie, je hebt nog tijd zat. Evenwicht bewaren. Jullie zijn er bijna. Hartstikke goed. Ja, Steven is al binnen. Heel goed. Harry los, sla de boeien van Harry om de stalen palen van de toren en de munten zijn binnen. Omdraaien, nee, niet zo. Omdraaien. 30 seconden. Ja, ik vast. Oké, cool. Ja. Yeah! 4. Ga naar het flatgebouw aan het raadhuisplein in Boomoord. Dat is daarachter. Hanneke en Rick zoeken de schietbaan, maar ze twijfelen of ze goed lopen. Oh, kom op, die komen wel. Daar schietbaan. Kan niet missen. Ik ben wel vreed op de schietbaan. Ja. Ga naar de Pioch schietbaan en meld je bij de VATS in kamer 4. Allemaal glazen die kapot zijn geschoten. Jullie gaan ballen schieten op het videoscherm. Een bal raken. Een erg goede oefening en ook leuk om te doen. Daarom wordt er ook zo streng gecontroleerd bij de ingang van een voetbalstadion. Alles raak. Maar dit gaat ook heel professioneel. Als ze zo tegenover mij zouden staan, dan weet ik niet of ik het in mijn hoofd zou halen om een zakdoekje te pakken. Ai, eu vou...
Volgens mij hebben ze één misser te veel voor 3 munten, want daarvoor moet je 30 treffers hebben. 13 en 16 is 29. 2 munten, alsjeblieft. 4 munt. De 5e munt. Oh jee. Ga naar de klimtoren. Oh. Zal de klas trots op ons zijn? Ja, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel als we... Heel trots. Als ze zoveel munten bij elkaar hebben gehaald wel. Doggies. Is wel cool die honden. Nou, nee. Oei, wat een enge hond. Ja, doe maar, een beetje kwijt. Even kijken, even mij even helpen. Even aanwijzen. Volgens mij zijn we hier net weggekomen. Moeten we aan die kant op? Of stuur ze gewoon de andere kant op met die honden, die zijn eng. Wat denken jullie? Ik denk die kant op. Die kant denk ik. Ja, dat denk ik dus ook. Gewoon de andere kant op. Dus we gaan daar naartoe dus. Ja. Dank je. Okay. Dag. Ja. Nog even een plasje. De mensen die hier een opleiding volgen, dat zijn allemaal politiemensen. En die gaan dan bij de ME, de mobiele eenheid, werken uiteindelijk. Maar die mensen moeten natuurlijk oefenen. En daarom hebben ze hier een heel dorp nagebouwd. Kijk, ze zijn hier heel druk bezig. Hier, oh, een hond. Is een pleintje, nog een hond. Ik word er heel bang van. Met allemaal steegjes. Het is hier net echt. De ene helft gaat straks demonstreren. Die gaan dus met blokjes gooien. Die gaan flink schreeuwen. En de andere helft gaat dan oefenen. Zoals dit. Ik vind het hier een beetje een spookstad. Heel eng. En in deze spookstad staat een spookflat vol bommen. Oké. Jullie moeten bommen onschadelijk maken. In dit flatgebouw zijn bommen verstopt. Jullie krijgen 3,5 minuut de tijd om ze te vinden. Ja, kom. Echt bang zijn ze niet. Leslie en Steven hollen de bommenflat binnen alsof het een pretpark is. Voorzichtig meenemen. Ja, zeker voorzichtig meenemen. Want als hij valt, dan knalt hij. En je bent een rund als je met bommen steunt. Oké, er is één. Zaklamp. Hier. En dat is één knal. Maar onze rode explosieve opruimingsdienst blijft koelbloedig. Voorzichtig. Nou, ze hebben er in ieder geval al meer onschadelijk gemaakt dan er ontploft zijn. Hallo, je zal afgekomen. Alles is oké. Shit. Ja, hier, snel. Kom op. Ja, maar dit ding mag niet uit elkaar. Ik zie er nog eens staan. Oké, Steven, onthoud goed waar die staat. Als het goed is. Te laat. Dat was hem. Rennen. Nog 2 en dan... Kom. Je loopt dood. Ja. 4 bommen. Dat betekent 2 munten. En de volgende opdracht. Yes. Go. Ga naar de stormbaan. Hebben jullie enig idee wat jullie hier gaan doen? Ja. Nou, zeg het eens. Met een soort van kabelbaan helemaal naar beneden. Jullie gaan tokkelen en daarna brengen jullie arrestant Harry naar... Nee, over de Indianenburg naar de overkant. Een kabelbaan, denkt Rick. Nou vriend, dit is andere koek. Een ruim 20 meter hoge tokkelbaan. Hier gaan zelfs doorgewinterde ME'ers met knikkende knieën vanaf. Oké, Harry is boven. Nou, daar gaat ze dan. Zou ze het nog durven? Ga gewoon zitten. Fijn, daar gaat ze. Ja! Woe! Zo! Nou, Rick. Daar gaat hij, hè? Kom op! Ja! Net zo makkelijk. Woe! Zo! Ik heb blauw. Deze voor mij. Oh, ik sta maar net te trillen. Terwijl collega ME'ers verderop een arrestatie oefenen, gaan Hanneke en Rick op pad met arrestant Harry. Oké, neem hem mee. Tempo maken, jongens, tempo maken. Ik
En ze treffen het dat Harry een heel rustige arrestant is. Normaal gesproken zijn Harry's veel wilder. Nooit de handen loslaten. En Harry hangt alweer in de boeien. Gaat het goed, Hanneke? Ja. Gaan, we hebben alle tijd. Moeten we ook nog naar beneden vliegen? Zit vast, jongens? Ja. Zesde munt. De achtste munt. De negende munt. Ga naar de stormbaan. Zul je het hebben? Ja, want daar op de stormbaan gaat het gebeuren. De finale. Hier staan ze dan, onze helden. Nou, wat hebben ze het goed gedaan, hè? We gaan de munten tellen en we beginnen bij rood. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we nu de munten tellen van blauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omdat blauw een kleine voorsprong heeft, mogen zij in de binnenbocht. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeker! En weg zijn ze voor een parcours over de zwaarste stormbaan van Nederland. We hebben hem een beetje aangepast, maar zwaar blijft het. Rood heeft nu als team een kleine voorsprong, maar het voordeel van de binnenbocht moet nog komen. Overheen! En springen! Kom op! Zij aan zij rennen ze naar het rokend riool. Steven is er als eerste uit, voor Rick en daarna Leslie. Rood ligt dus nog steeds voor. Maar nu komt het zwaarste onderdeel. Onze leeuwen moeten tijgeren, ofwel de tijgersluipgang. Heel zwaar. Moet je thuis maar eens even proberen. En het gangetje waar ze doorheen kruipen wordt steeds lager en lager. Dat is vooral moeilijk voor de grote Leslie. Finish vlak daarachteraan, Steven. Nu gaat het nog tussen Hanneke en Leslie. Ja, dat was hartstikke goed gedaan. Nou, ze hebben zand in hun ogen, in hun tenen, in hun mond. Ze zijn kletternat geworden. Ze hebben hartstikke hard gewerkt. Hier staan hele sportieve verliezers van de Heiberg uit Roosendaal. En voor jou ook één. Voor jou was het het allermoeilijkste, hè? Zij was natuurlijk het allergrootste en dan is het het allerlastigste. Geef ze een heel hard applaus! En uit Breda komen de winnaars. En zij zijn van school Sint Maarten! Alsjeblieft. Hier is hij dan. Speciaal voor jullie. Veel plezier ermee. Nou, dit was Zigzag voor vandaag. Ik vond het hartstikke leuk. Kijk je volgende week weer. Dag.